We zitten allemaal echt in een soort van spiegelzaal. Waarbij die spiegels natuurlijk een groot gezichtsbedrog opleveren. Je hebt minister De Jonge kunnen lezen in de Volkskrant. Ja. Die zei van dat we in deze tijd wel recht hebben op onze eigen mening. Maar niet op feiten. Bij epidemieën wordt in eerste instantie er wordt gewoon een soort een programma afgevinkt. En dan is het een kwestie van macht. En de sterkste partij die is dan in staat om de anderen de mond te snoeren. Goedendag, welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Pieter Stuurman en ik heb vandaag het genoegen en de eer om in gesprek te gaan met René ten Bos. René, welkom. Hallo. René is hoogleraar filosofie, daarnaast publicist, schrijver, voormalig denker des vaderlands, dat is een eretitel denk ik. Ja, ja. Ja, je hebt vorig jaar heb je het boek De Coronastorm geschreven. En dat was al vrij vroeg in het proces. We hadden het er net even over in mei ongeveer geschreven. En dat is in juni uitgekomen. Ja, zoiets, ja. Ja, als ik me goed herinner is het begin mei ingeleverd en een paar weken later uitgekomen. Oké, ja. Nou ja, ik heb je boek natuurlijk gelezen. Ik heb ook wat artikelen van je opgezocht en gelezen. Interviews gezien, waaronder bij Café Weltschmerz hier. Ja. En wat mij opvalt is jouw beschouwelijke manier van kijken naar deze situatie. Genuanceerd. Iets wat in deze tijd van polarisatie eerder een zeldzaamheid lijkt te worden. En de standpunten die lijken te verharden over en weer. En de bijbehorende argumentatie neemt soms ook wel eens wat groteske vormen aan. Is dat iets wat jij herkent? Ja, natuurlijk. Die zaken polariseren, dat gebeurt altijd in spannende tijden. Ja. Dus het is ook heel moeilijk om in het meningenconflict dat her en der ontstaat, om een gemeenschappelijke grond te vinden. Ja. Dus dat is precies de reden waarom alles af en toe behoorlijk fel tegenover elkaar staat. Ja. Gemeenschappelijke grond, die lijkt er eigenlijk nauwelijks meer te bestaan. Nee. Nee. Nee, dat is lastig. Iedereen die ziet de dingen die hij wil zien. Nee. En een mooie metafoor die ik... Mijn echtgenote die vertelde me dat van de week. Die zei van we zitten allemaal echt in een soort van spiegelzaal. Waarbij die spiegels natuurlijk een groot gezichtsbedrog opleveren. Beide gigantische trompe d'œil die er overal is. De een die ziet sommige dingen veel te groot, de andere veel te klein. En soms zien we onszelf ook nog eens en dan is het ook niet helemaal juist. Dus dat is ongeveer wat er aan de hand is. Ja, maar als je dat doortrekt, dan is er eigenlijk niemand meer die nog een juiste visie heeft, als ik het zo goed begrijp. Nou ja, het kenmerk is van deze tijd is dat al die visies ter discussie gesteld kunnen worden. Ja, dat wordt wel wat moeilijker. Ja, dat is in sommige opzichten moeilijk. Maar ik ben in de filosofie die ik altijd beoefen, behoor ik tot de sceptici. Mm-hmm. En een scepticus is iemand die altijd een tegenverhaal probeert te bedenken. Ja. Nou ja, dat valt me ook wel op. Je neemt geen blad voor de mond. Nee, tuurlijk niet. Dus, ik bedoel, jouw uitspraak, we hebben te maken met coronafascisme. Ja. Is toch redelijk opgevallen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, die is opgevallen en die is mij ook niet in dank afgenomen. Niet door iedereen? Niet door iedereen. Nee. Maar door anderen wel weer wel. Ja, ja. Dus, dat ja, je noemde het fascisme zonder fascisten. Ja. Ik vond dat een onmerkelijke uitspraak. Ja. Daarmee zeg je eigenlijk, het is meer een soort verschijnsel dan een intentie. Ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in de intenties die er eventueel achter zou kunnen zitten. Nee? Die zullen er hier en daar wel zijn, hoor. Want mm-hmm. Er zijn altijd mensen die ook profiteren van dit soort chaos. En de kwestie van de qui bono is altijd heel belangrijk. Maar de term fascisme zonder fascisten, dat is een term die ik ontleen aan Bifo, een Italiaanse filosoof, die dat herhaalde malen heeft gezegd. Dat past trouwens in een veel breder verband. Dat je handelingsvermogen hebt zonder personen die handelen. Of in het Engels agency zonder agents. Mm-hmm. En er gebeurt iets wat mensen eigenlijk helemaal niet willen.
En dat is ook iets wat je zeker in die tijd, toen ik dat boek net uitkwam, voortdurend horen. Hè? De mensen die verantwoordelijk maken waren voor het afkondigen van die maatregelen. Die zeiden steeds van, ja, we vinden dit niet leuk om te doen, maar het is noodzakelijk. Ja. We willen dit niet doen. Het is allemaal controlekeur en ga zo maar door. Ja, dat noodzakelijkheidsdenken is overigens wel ook een kenmerk van eerdere verschijnselen van fascisme. Jazeker, je kunt bepaalde parallellen, die kun je wel zien, ja. Maar om nou te zeggen welk soort fascisme, je hebt verschillende soorten fascisme. Maar ik denk dat dit een soort van fascisme is. Dat zie je. Ik kijk een klein voorbeeld waar ik het in die tijd in het boek helemaal niet over had. Maar dat is de staat zoveel invloed gaat uitoefenen op bijvoorbeeld de jeugd en kinderen, dat ouders bijvoorbeeld zelf nauwelijks nog invloed hebben op die kinderen als het bijvoorbeeld gaat om vaccinaties. Ja. Nou, dat vind ik griezelig. Beperken van de ouderlijke macht. Dat is beperken en die overnemen van de ouderlijke macht. Door het gezag, ja, zeg maar. Dat vind ik echt griezelig. En dat is in historisch gezien kun je daar wel bepaalde angstwekkende parallellen trekken. Is er historisch gezien wel ooit sprake geweest van fascisme met fascisten? Het is natuurlijk een beetje een glijende schaal, denk ik. Hè? Het zijn glijende schalen, maar tuurlijk is dat. Maar niet alle fascisten zijn natuurlijk precies hetzelfde geweest. Nee. De Italiaanse futuristen zaten wat anders in elkaar dan de NSDAP. Je schrijft het ook in je boek. Hè? Ja. Fascisme heeft vele gezichten. Het heeft heel veel gezichten. Ja. Maar het moet er ook een soort overkoepelende factor hebben. Een soort gemene deler hebben om het als fascisme te kunnen benoemen. Ja, en dat probeer ik wel te beschrijven in het boek. Hè? Want ik zit in het boek probeer ik uit te leggen wat ik eronder versta. Bijvoorbeeld dat het vegeteert op angst. Dat het angst ook echt inzet. Hè? Dat het ervoor zorgt dat er een soort militantisering van de populatie ontstaat. Dat soort zaken. Verklikken. Die zie je. De verklikcultuur. Ja, dat zie je allemaal wel ontstaan. Okay. Dat wil niet zeggen. Dat zijn kenmerken. Dat zijn niet echt. Ik ga niet zeggen dat het een full-blown fascisme is. Nee. Maar wat het ook mogen zijn trouwens. Ja, ja. Maar er zijn bepaalde kenmerken die ik wel griezelig vind. Ja. Maar als je zegt van ja, niemand wil het eigenlijk, maar het gebeurt toch. Waarom gebeurt het dan? Ja, dat is een combinatie van angst en noodzakelijkheid. Ja, kan het ook zijn dat mensen deze vorm van fascisme, even afgezien van de ernstigheid van deze variant, laat maar zo zeggen, maar dat mensen het niet als fascisme herkennen? En er dus niet alert op zijn? Ja, dat is nou iets wat mij namelijk opvalt. Ja, nou, dat denk ik dat ook vaak zo is. Ik weet niet, zeker in die tijd, was dat een jaar geleden, was dat echt zo. Veel mensen vonden dit overdreven. Ik ben flink neergesabeld in sommige kranten. Ja. Wat ik denk dat het tijdje wel meer gelijk gegeven heeft. Ja, dankjewel. Ja, ja. Nee, want er is natuurlijk in het afgelopen jaar wel het een en ander nog gebeurd. Hè? Ja, toen was het allemaal nog vrij nieuw. Ja. En het noodzakelijkheidsdenken was wat dat betreft natuurlijk nog wel begrijpelijk. Maar ja, we zijn inmiddels een jaar verder en er is toch wel het een en ander gebeurd. Ik lees bijvoorbeeld vorige week, de 23e, heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd. Dat het mogelijk maakt om zogenaamde ontwrichtende organisaties te verbieden en de bestuurders daarvan daar gaat het bij mij toch een paar haren overeind staan. Ja, bij mij ook. Ja. Ja, dus dat. Maar ja, je hebt minister De Jonge kunnen lezen in de Volkskrant. Ja. Die zei van dat we in deze tijd wel recht hebben op onze eigen mening. Maar niet op feiten. Ja, ja. Onze eigen feiten. Dat is het monopolie van. Ja, dan denk ik, jongen, jij hebt een bepaalde opvatting van feiten die ik niet deel. Ja, ja. Maar ik bedoel, dit is toch wel iets wat je typisch fascistisch zou kunnen noemen. Hè? Ja, god, je mag dat woord er ophangen. Dit is wel kenmerkend voor fascisme, maar het is niet zo dat dit altijd gebeurd is. Nee. Ik weet bijvoorbeeld, je hebt het over beroepsverboden. Ik weet nog dat in beroepsverbod in Duits, dat dat in de jaren 70 in de Bundesrepubliek Duitsland ook schering en inslag was. Ja. Iedereen die wel eens zei te sympathiseren met Baader-Meinhof of RAF en dat soort, die
Die mensen die konden geen beroep krijgen, geen docenten en weet ik veel wat. Nou ja, dat hoor je af en toe. Dit is iets waar, laten we zo zeggen, niet alleen fascistische samenlevingen mee geschermd hebben. Maar dat geeft tegelijkertijd wel aan dat die weg naar dat fascisme, en daar wordt ook in de literatuur en de politieke filosofie altijd voor gewaarschuwd, dat heel geleidelijk is. Ja, het is een geleidelijk proces. Dat is niet een bedrukkende knop en we zijn nu fascistisch. Nee, het is een geleidelijk proces. Het begint niet meteen op de meest draconische... Ik heb dat interview met Kees van der Peel nog gezien hier. Die prachtig verwijst naar Thomas Mann. Ja. En zegt, begint vaak op een hele vrolijke manier. Ja. Met goede moppen. En, langzaamaan wordt het glimmeren. Ja. Maar goed, zou dat, ik denk dat zou dat dan mogelijk zijn, omdat de meeste mensen simpelweg dit niet opmerken als een ongewenste ontwikkeling? Ja, ik denk dat een van de zaken die gebeurt in zo'n epidemie, dat het een soort aanval is op reflexiviteit. Dus dat zie je wel. Dat mensen in eerste instantie geneigd zijn om gewoon mee te doen met die maatregelen, oké. Maar dat er vervolgens ook weinig nadenkendheid is, of wil tot nadenken over datgene wat er allemaal gebeurt. En dat is wel iets wat mij heel erg opvalt. Laten we het nou maar gewoon doen. Ja. En dat zie je ook in de reacties van sommige politici. Het doen, dat wil zeggen het bestrijden van de vijand, dat is het virus, is veel belangrijker dan nadenken over wat de oorzaken zou kunnen zijn. Denk aan wat meneer Rutte zei toen hij een paar keer gezegd heeft, ja, ik wil niet filosoferen wat de concrete aanleiding voor dat boek was. Of wat hij later ook zei van, ik heb geen zin om me te verdiepen of na te denken over die railschoppers. Dergelijke meer. Dus dat uitschakelen van denkprocessen. Dat is wel heel typerend. Dat moet voor een filosoof toch wel pijnlijk zijn. De ondertitel van je boek, hè? De coronastorm, hoe een virus ons verstand wegvaagde. Filosofie behoort toch voor een belangrijk deel, lijkt me zo, tot het domein van het verstand. Dat denk ik ook wel. Kijk, de titel heeft natuurlijk ook, hoop ik, een bepaald soort allitererende kwaliteit. Virus, verstand en wegvaagde en dat soort dingen. Ja. Het is een pittige uitspraak natuurlijk, maar dat hoort ook op de cover van een boek. Tuurlijk, dat is gewoon de provocatie die ik destijds inzette. En die natuurlijk ook heel sterk te maken heeft met precies die onnadenkendheid die prevalent. Het komt in het boek ook verschillende keren terug. Hè? Bijvoorbeeld onder het hoofdstukje beelden. Hè? Waarbij je zegt van beelden die grijpen direct aan op de emotie en passeren daar feitelijk het verstand mee. Ja. Haken er meteen op in. Dus dat waren in die tijd, toen ik dat boek schreef, hadden we die beelden van Bergamo. Ja. En daar werd al meteen van gezegd van, zonder dat we ons überhaupt ook nog maar enigszins afvroegen wat daar precies aan de hand was, werd daar ook meteen gezegd, dat willen we hier niet. En toen zagen we een ijshal in Madrid, meen ik, ook helemaal vol. Mm-hmm. Dus een ijshal getransformeerd tot een morgue. Mm-hmm. En dat is echt iets, dat hakt erin bij de mensen. Ja. Maar daarmee wordt het verstand dus feitelijk gepasseerd. Ja, maar aan de andere kant moeten we een beetje uitkijken dat we verstand en gevoel niet zomaar radicaal van elkaar onderscheiden. Nee. Er is natuurlijk wel een onderscheid, maar er is ook een verband tussen beide uiteraard. Hè? Je ziet in tijden van propaganda wel dat er geprobeerd wordt het verstand te omzeilen, te passeren, door op de emotie te werken. Dat is historisch gezien ook wel. Ja, maar er is zeker propaganda geweest. Dat komt ook omdat steeds bij epidemieën in de geschiedenis wordt er ingespeeld op angst. Ja. Want de eerste impuls is altijd het gedrag van mensen moet veranderd. Hmm. Moet veranderd worden. Dus een praktische overweging. Ja, er zit een. Je kunt niet genoeg benadrukken, volgens mij, dat epidemiologie verandert, sociale wetenschap is die de bedoeling heeft om gedrag van mensen te veranderen. In tijden van gevaar.
En dat hoort er ook volledig bij. Ja. En dat is wat er ook gebeurt. Hmm. Nou ja, dat heeft natuurlijk in een van die boeken die toen... dat is een oude boek eigenlijk. Maar het is dat boek van die Patrick Zilberman. Daar hebben jullie zonder enige twijfel van gehoord. Hmm. Nou, dat een van mijn helden in de coronastorm, Giorgio Agamben. Hmm. Die schreef daarover en over Patrick Zilberman. Dus ik koop dat boek, ik lees dat. Ja. En Tempête Microbienne. En die laat ook zien dat in het verleden, in heel de geschiedenis van die epidemieën, het inzetten van angst altijd heel belangrijk is geweest. Willem Schenkel die heeft, de socioloog, in zijn boek Pandemocratie gezegd, je moet niet zozeer complot denken, je moet plot denken. En dat is precies wat Zilberman doet, plot denken. Namelijk, bij epidemieën wordt in eerste instantie, er wordt gewoon een soort programma afgevinkt. Hmm. En dat begint in eerste plaats met het verzinnen van scenario's. En het bedenken van, of verzinnen zelfs, hè, van die scenario's, dat is altijd, dat heeft nooit de bedoeling om de werkelijkheid te voorspellen of wat er gaat gebeuren. Nee. Maar heeft vooral de bedoeling om de mindset van mensen die moeten beslissen, maar ook van burgers, in het land te veranderen. Met als doel? Bijvoorbeeld om sneller te beslissen, om niet te lang in gelul te blijven hangen. Mm. Dat moet gedaan worden, hè. Ja. Daar hadden we het net al even over. Maar dat is ook weer dat noodzakelijkheidsdenken. Ja. En daar komt tweede bij, dat is de tweede stap die hij dan uitlegt in het hele boek. Dat is dat je dan van die scenario's kies je altijd het zwartste scenario. Dat heeft Apostolos ook diverse keren gezegd. Mm. Ik ga altijd uit van het zwartste. Ja. Dat heeft niet zozeer met zijn zwartgaandigheid te maken als persoon. Want in een persoon ben ik niet geïnteresseerd. Mm. Maar het heeft te maken met hoe epidemiologie werkt. Mm. Dat is althans het punt van die Zilberman. Ja. Dus je kiest altijd la logique de pire. Hè. Dus het worst case scenario. Ja. En dat heeft de bedoeling, dan komt het derde, om die angst aan te wakkeren. Mm. En die angst, die leidt er dan toe dat er een soort morele militantisering van de bevolking op gang komt. Mm. Want dan kun je elkaar, en dat hebben we allemaal meegemaakt, elkaar ook echt aanspreken op gedrag. Ja, dat hebben jij en ik al bij meegemaakt. Dat hebben wij natuurlijk meegemaakt. Ja. Jij noemde een voorbeeld in een interview met Trouw, geloof ik, dat je agressief benaderd werd door een wandelaar, als ik me goed herinner. Ja, in de heuvels rondom Nijmegen gebeurde dat. Ja, er was een meneer die daar liep en die vond dat ik met mijn hondje, dat was nog een puppy toen, te dichtbij kwam. Ja. En ik bood nog wel mijn excuses aan, maar dat hielp niet. Nee, goed, het lijkt inderdaad alsof mensen nu het ineens gerechtvaardigd vinden om anderen de les te lezen. Ik merk dat ook. Op de een of andere manier zich gesterkt voelen daarin? Ja, dat is die, ik noem dat zelf morele militantisering. Dat is wat er gebeurt. Hè? Ja. Die Zilberman die beschrijft dat er op een gegeven moment een soort verglijden is van risico naar bedreiging. Hè? Dus risico's, dat hoort bij het leven. Hè? Niemand maalt erom dat mensen gewoon dood kunnen gaan aan kanker. Of dat mensen sterven. Maar dat mensen sterven door het verkeer. Ja. Dat hoort allemaal bij de risico's van het leven. Ja. Maar dit virus wordt kennelijk gezien als iets anders, als een soort bedreiging. Het punt dat Zilberman maakt, en hij wijst ook op eerdere epidemieën, maar ook bijvoorbeeld op epidemiologische experimenten die in de Verenigde Staten, onder meer in Denver en Chicago, zijn geweest, is dat... Het hele punt is dat op het moment dat het een bedreiging wordt, dan is het een bedreiging voor de staat. Mm. En dan komt er een soort hele merkwaardige tour de force. En dat is dat iedere burger eigenlijk in dienst komt van de staat. Mm. Waarbij je dus ook ziet dat bepaalde professionele groepen heel erg gewaardeerd worden. Dus zoals in tijden van crisis, neem bijvoorbeeld die 9-11
aanval. Mm-hmm. En die brandweerlieden heel erg beapplaudisseerd werden. Hè. Daar schrijft Silberman ook over. Ja. En zo zie je dat nu, dat mensen in de zorg in één keer de helden van de samenleving. Voor de zorg. De acclamatio. Ja. Allemaal op het balkon en weet ik veel wat. Ja. Iets wat overigens niet geleid heeft tot significante salarisverbeteringen. Maar goed, dat wat ik erg genoeg vind. Maar... Maar goed, dat... En ook niet tot uitbreiding van de zorgcapaciteit? Nee, dat ook niet. Hè. Nee, we blijven strikt lean management toepassen. Mm-hmm. Maar goed, het hele idee is wel dat je daardoor een soort morele alertheid krijgt in de bevolking. Die moet ook echt ontwikkeld worden, hè, en je moet gestimuleerd worden, waarbij mensen elkaar aanspreken en if necessary ook echt verklikken en dergelijke meer. En dat is wel gebeurd. Ja. Dus ja, zeker. Het gaat ook wel verder dan dat, hè, want we hebben het afgelopen jaar natuurlijk ook met toenemende censuur te maken gehad. Zeker op de kanalen die mensen het meest gebruiken voor communicatie. Ja. Ook iets wat ook typisch bij komt toch weer terug op dat fascisme, hè? Wat daar wel bij hoort. Ja, let op, hè, bij dat fascisme. Ik doe er niks aan af, hoor. Ik vind dat er sprake is van een soort van coronafascisme, maar het is wel heel erg ongedifferentieerd. Ja. Want censuur is niet alleen maar kenmerkend voor fascisme, is ook voor. Nee, het is niet alleen voor fascisme, maar als je nu even kijkt welke verschijnselen we het afgelopen jaar gezien hebben. Hè? Ik noemde net die wet, die de zogenaamde ontwrichting van de samenleving, of in ieder geval ontwrichtende organisaties, buitenspel moet zetten. Ja, kijk, natuurlijk is er als gevolg van die polarisatie een bepaalde mate van ontwrichting. We hebben twee kampen die zich allebei gebruik maken van een andere argumentatie. Je krijgt daardoor inderdaad een verschil. Dat werkt ontwrichtend. Maar om die ontwrichting nou te pareren door één van beide polariteiten te criminaliseren of te elimineren, ja, dat lijkt me toch vrij bedenkelijk. Ja, dat is ook heel bedenkelijk. En dan is het een kwestie van macht. En de sterkste partij die is dan in staat om de andere de mond te snoeren. Ja. Wat ik heel vervelend vind, want ik zei al, mijn uitgangspunt filosofisch gezien is dat ik altijd sceptisch ben. Mm-hmm. En een scepticus, dat is de les van Oro Markart, een grote Duitse scepticus, filosoof, 2015 overleden, is altijd dat je probeert tegen ieder dominant verhaal een ander verhaal in te brengen. Ja. Dus iedere monomythie moet vervangen worden door polymythie. Ja, de zaken van twee kanten bekijken. Altijd van twee, nou, meerdere kanten nog. Zoveel mogelijk. Ja, en dit is een heel complex gevalletje. Ja. Dus deze hele crisis is waanzinnig complex. Ja. Complecteren, ik leg het altijd maar weer uit aan bestuurders en zo. Dat betekent vervlechten, samenvlechten. Dus dit is één verhaal en komt meteen een ander verhaal. Ja. Dus daarom heb ik het ook destijds als een soort woordenboek opgezet. Dat mensen zelf verder kunnen afmaken, wetende dat die 26 verhaaltjes die erin staan soms niet correct zullen zijn. Verbetering behoeven, correctie behoeven en weet ik veel wat. En dat is... En dat blijkt ook maar steeds weer dat al die verhalen die je vertelt, er komen steeds weer andere verhalen. Hmm. Ik durfde bijvoorbeeld een jaar geleden niet te denken dat dat uit een laboratorium zou komen. Nee, nou goed, dat schrijf je ook in een artikel, hè, van wanneer is het? 9 juni. Hè? Ja. Ja, een jaar geleden werd dat wel geroepen en iedereen die dat riep werd eigenlijk voor gek versleten. Of in ieder geval een of andere complottheorist gezien die... Ja. Al wietrokend op een zolderkamertje rare ideeën in zijn hoofd haalde. Ja. Overigens is dat niet het enige verhaal dat een jaar geleden nog tot complotdenken behoorde, maar nu toch realiteit lijkt te worden. Overigens voor dat virusverhaal uit het laboratorium, dat is natuurlijk nog niet vastgesteld, maar het wordt wel overwogen op dit moment. Dan zie je dus hoe bepaalde... feiten, hè, waar we even teruggaan naar de jongen, hè, met zijn feiten. Hoe die feiten ook daadwerkelijk, letterlijk gemaakt worden. Ja. Een feit komt natuurlijk van Frans, fait. Het is dus iets wat gemaakt wordt en wat steeds ontstaat. Ja. En of wij die feiten helemaal kunnen achterhalen in dat spiegelparadijs met alleen maar vervormende spiegels, dat wordt natuurlijk heel erg moeilijk. Ja.
He, maar het is inderdaad waar dat die gekke Donald Trump met zijn suggesties destijds mogelijkerwijs niet heel erg ver bezijdende waarheid zat. Dat zou kunnen. Maar ja, ik merk dat wel meer op, hè, dat dingen die inderdaad tot het domein van de complotdenkers behoorden een jaar geleden, dat die nu, hè, om een voorbeeld te noemen, ikzelf was er overigens ook bij, zei een jaar geleden van ja, het wordt er een beetje zorgelijk als we naar een digitaal ID gaan, waarop je... het coronapaspoort. Ja. En toen zei iedereen van nou, dat, of niet iedereen, maar in ieder geval toch veel mensen die riepen van ja, dat zijn rare complotgedachten. Maar vorige maand heeft de Europese Unie het digitale ID goedgekeurd, dat zowel het paspoort als het rijbewijs, als je vaccinatiestatus opneemt. Daar wordt overigens geen grens aan aangegeven. Er wordt niet gezegd wat er nog meer allemaal in komt. En daarbij werd wel vermeld dat het gebruikt kan worden om de grens te passeren. Maar ook om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot evenementen. Maar zelfs tot grote websites waarbij met name Google en Facebook worden genoemd. Ja, dus aan beide kanten van dat verhaal wordt een open einde gelaten. Hè. Er wordt niet gezegd welke criteria gebruikt worden om een geldig, zeg maar groen gevinkt digitaal ID te hebben. En er wordt ook niet bij verteld waar je dat digitale ID allemaal voor nodig hebt. Wel wordt erbij gezegd, het zal niet verplicht worden. Ik vind het doodsgriezelig dit soort zaken. Het wordt niet verplicht, maar er zit wel een dwang in. Hè? Ja, dat is wel opvallend, vind ik ook. Dat lijkt ook op veel gebieden sprake te zijn van een soort, laat maar even met de oor wel zeggen, newspeak. Er worden nieuwe definities gehangen aan bestaande begrippen. Ja, zoals het begrip verplicht en niet verplicht. Hè? Verplicht en niet verplicht. Slavernij is vrijheid, hè, staat in 1984. Een van de allerleukste die ik ben tegengekomen is dat iemand COVID-19 heeft, maar asymptomatisch is. Ja, dat bij bijvoorbeeld het woord besmetting heeft ook een nieuwe betekenis. Voorheen was een besmetting iemand die besmet was met bijvoorbeeld influenza, die had de symptomen van influenza. Omdat er simpelweg niet op getest werd natuurlijk. Maar nu heeft besmetting een andere betekenis gekregen. Ja, een zeker Orwellianisme is wel aanwezig. Dat is mij natuurlijk niet ontgaan. Nee. Dus je ziet die hele rare definities en herdefinities, die zie je voortdurend plaatsvinden. Maar kijk, die toestanden rondom die app. Dat zijn dingen waar ik helemaal niet aan durfde te denken een jaar geleden. Ik dacht echt, ik geloof niet dat ik twijfelde aan de mogelijkheid dat zoiets zou gebeuren. Mm-hmm. Maar mijn hele geest is, geloof ik, helemaal niet zozeer ingesteld op al die moderne technologieën en zo. Dus dat heb ik gewoon gemist toen ik dat schreef. Ik heb het natuurlijk wel over de toenemende vormen van surveillance en controle. Ja, dat heeft natuurlijk wel raakvlak met die technologie. Die technologie biedt mogelijkheden daarvoor. Ik ben niet helemaal ongekende mogelijkheden eigenlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, ik ga toch weer even terug naar dat fascisme. Ik bedoel, ik denk dat in de klassieke fascistische, periodes. Als deze technologieën bestond hadden, dat die ook gebruikt zouden zijn. Ja, daar bestaat ook hele mooie literatuur over. Ja. Ik bedoel, de Amerikaanse filosoof Avital Ronell, die schreef daar ooit een prachtig boek over het gebruik van de telefoon ten tijde van Nazi-Duitsland. Ja. En die telefoon, dat was een bijzondere manier waarbij de overheid dus achter de deur kon kijken. Ja. He, wat strikt genomen nog steeds niet mogelijk was. En wat ook de mogelijkheid was om anoniem te klikken. Natuurlijk. Ja. Die anonieme kliklijnen die bestonden. Ja. En het was ook een manier om bijvoorbeeld kinderen tegen ouders op te zetten. Ja. Als je bijvoorbeeld de verkeerde vrienden had. Mm-hmm. En dit soort zaken. En je moet altijd een beetje uitkijken om te alarmistisch te zijn over dit soort zaken. Maar Laten we het genuanceerd houden. Ja, laten we dat doen. Maar het heeft bepaalde griezelige kanten, ja.
En ik begrijp niet goed hoe makkelijk dit soort dingen gewoon weggedacht wordt. Ja, of ja. dat het parlement buitenspel wordt gezet. Of dat de jonge noodwetten doorheen probeert te krijgen zonder instemming van het parlement. Ja. Allemaal dat soort zaken. Oh ja, maar ook dat diverse keren gezegd wordt dat parlementariërs of journalisten maar lastig zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Hè? Kijk, als je als beleidsmaker meer bevoegdheden naar je toe wil trekken, dan zijn die zaken die dat controleren nogal vervelende hindernissen. Ja. Zoals een parlement en een pers overigens die zich vanaf het begin toch wel opvallend achter dit beleid heeft geschaard, tenminste de reguliere pers. Ja, voor de filosoof is dat interessant, want dat roept op. Nederland heeft tot een hele belangrijke vraag. Nederland heeft natuurlijk nooit echt de noodtoestand afgekondigd. Niet officieel. Wij hadden iets intelligents. En vond ik ook een tikkie minachtend naar andere landen. Niet te zeggen racistisch. Maar die rare Zuid-Europeanen die doen dat natuurlijk niet zo intelligent. Maar dat neemt niet weg dat wij wel behoorlijk bereid zijn geweest om onze rechten even opzij te schuiven. Ja, ja. Net maar als in andere landen. Er was weliswaar geen noodsituatie, maar wel maar dat noodzakelijkheidsdenken, dat heeft wel de mogelijkheden opgerekt. Ja, noodtoestand is niks anders dan een juridische maatregel om het recht uit te schakelen of op normatief te zetten. Ja. Ja, ook daar werd wel door sommigen voor gewaarschuwd. Ook in het begin werd dat ook weggezet als complotdenken. Dat heb ik wel goed gezien. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Wat betreft die mogelijkheid dat dat virus uit een lab zou komen. Hè? Je zegt van ik heb er in het begin niet echt aan gedacht. Maar nu lijkt het toch tot de mogelijkheden te behoren. Ja, ik was wel op de hoogte van het gain of function research. En ik weet ook dat er in die wetenschap zelf, dus onder virologen, epidemiologen, daar een hevig debat overgevoerd wordt. Dat is ook een van die dingen dat altijd gezegd is. Mm-hmm. Dat die wetenschappers zelf met één stem spreken. Maar dat is een van mijn kritiek op het outbreak management team. Mm-hmm. Team is heel ideologisch. Mm-hmm. Teams spreken altijd met één stem. Ja. Teams, daar waar teams ontstaan, word ik achterdochtig. Ja. Want dat betekent gewoon dat alle dissensus in zo'n team eigenlijk weggestopt wordt. En dus krijg je steeds, dit is wat het OMT zegt. Ja. Maar binnen dat alsof OMT het OMT is een één persoon is. Ja, ja. Precies. Ja. Nou ja, dat zie je natuurlijk in de hele samenleving wel terug. Hè. Met één, samen tegen de vijand, we gaan met één stem spreken. Ja, dat collectivisme. Maar ook er bestaat maar één oplossing. Ja, dat is vernietiging. Eliminatie. Ja, nou ja, in dit geval, er is maar één uitweg. Hè. Het vaccin. Ja, nou ja, aanvankelijk had men de bedoeling om te elimineren. Hè? Het virus moest geëlimineerd worden. Dat is nog iets wat meneer Van Dissel zelf gezegd heeft. Ja, dat is ook een soort van oorlogstaal. Ja. En toen het ding wat hardnekkig gebleek te zijn, toen kwam toch langzamerhand de technofix. En dat is het vaccin. Ja, en dat is dan ook de enige uitweg. Volgens de beleidsmakers. Dat is zo de ultieme verlossing. Ja, er zit iets heel religieus in. Ja. Ja, dus ja. En ja, wat me daarbij wel opvalt is dat mensen die daar toch sceptisch over zijn. Die niet sceptisch zijn, die gewoon er recht op tegen zijn. Ja, er recht op tegen. Of een verschillende mate van sceptisch zijn dan. Ja, en die worden echt onder druk gezet op dit moment, wat ik schandalig vind. Ja. We krijgen dus dadelijk misschien we krijgen dadelijk een digitaal ID waar dat in is opgenomen. Als daarbij wordt gezegd van je kunt dat gebruiken voor toegang tot allerlei zaken, dan is het niet zo moeilijk om te voorzien dat degene die geen groen gevinkt ID hebben, die toegang ontzegd zal worden. Ja, dan praten we over discriminatie, over uitsluiting. Dat betekent letterlijk discriminatie. Ja, is griezelig, hè? Dus is hartstikke griezelig.
ik ben het helemaal met je eens. Dus, als we niet oppassen, dan wordt het dadelijk een groep mensen die zich, hoe moet ik het zeggen, je noemde net het woord religie, de religie in deze, ik heb dat wel eens de dondergod genoemd, die geïntroduceerd is in het coronaval, dat die eindigt als een soort banneling in eigen land. Ja, die kans is aanwezig, ja. En, en die tendensen die zie je nu al. Ja. En het is wederom dat jonge mensen, ja, dat blijkt nu alweer, nu die besmettingen met het Delta-virus opnomen, toenemen, sorry, ja. Zie je vooral dat jongere mensen de sjaak zijn. Ja. En wij zijn zelfs bereid jongere mensen massaal te vaccineren die nergens last van hebben. Iets wat ik heel raar vind. Als de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen bijvoorbeeld zegt van ook jongere mensen kunnen rustig gevaccineerd worden. Hmm. Terwijl we niet eens zeker weten wat de uitkomsten van die vaccinaties op lange termijn zijn. Dan vraag ik me af of ze wel eens over hun eigen Hippocratische eed hebben nagedacht. Nou, die vraag komt bij mij ook. Maar de vraag die bij mij ook opkomt is in hoeverre zij überhaupt nog hun vakkennis laten prevaleren boven politieke ontwikkelingen. Ja, ik weet niet precies wat het is. Er wordt een inschatting gemaakt. Ik denk dat er zelfs als er maar één keer iets fout gaat, en dat het al te gek is. Maar daar zit iets heel interessants in die discussie over die vaccins. Hè. Mm-hmm. En dat heeft ook weer met het Spiegelpaleis te maken van die vervormingen. Hè. Dus de tegenstanders van die maatregelen die hebben altijd de neiging om de ziekte en de consequenties van die ziekte enigszins te bagatelliseren. Mm-hmm. En die zeggen het zijn comorbiditeiten, onderliggend lijden en weet ik veel wat. En ze hebben daarentegen de neiging om de gevolgen van een vaccin heel erg uit te vergroten. Ja, andersom ook. Maar precies andersom gebeurt ook. De voorstanders van die maatregelen, die zeggen in één keer als er met vaccins iets mis is, ja, dan is er onderliggend lijden. Ja. Dus dat is heel erg grappig. Dat hoe verschillend erop gereageerd wordt, afhankelijk van hoe jij denkt over die maatregelen. Ja, precies. Kijk, mijn positie met vaccins is, ik ben niet per se tegen. Kijk, laatst stond er in NEC weer een stuk waarin ik opgevoerd word als een anti-vaccin figuur. Nou, dat ben ik niet, maar ik zou altijd het recht van iedereen verdedigen om het niet te doen. Ja, nou, precies dat. De mogelijkheid moet blijven bestaan. Zonder uitsluiting en zonder. Maar ja, dat gaat heel lastig worden. Maar bovendien vind ik het ook wel heel erg begrijpelijk dat mensen er voorzichtig mee willen zijn. Aan de andere kant, wat jij net zei, hè, het is ook vrij gemakkelijk om een van beide kanten te bagatelliseren en de ander te vergroten. Ja. Omdat ook de wetenschap weinig houvast meer lijkt te bieden. Hè, er worden de beruchte IFR bijvoorbeeld. Ja. Hè, die wordt steeds maar weer ingezet in discussies. En zeker als het gaat om vergelijking tussen bijvoorbeeld een influenza-epidemie en nu dit corona-verhaal. Maar ja, je kunt die twee zaken niet meer met elkaar vergelijken als ze verschillend gemeten wordt. Nee. Want zowel de I als de F van IFR wordt in coronatijd heel anders gemeten dan in de tijd bij influenza. Ja. Dus je hebt de basisregel van de wetenschap die dusdanig overtreden is, dat de wetenschap zelf geen criterium meer lijkt te zijn om een beeld te vormen. Hier niet heel ver vandaan op Schiphol, weet je nog, dat 20 jaar geleden was er een hele discussie, die is er nog steeds trouwens, nog steeds niet verstomd over geluidsoverlast voor deze omgeving. Mm-hmm. En toen ontstond er een enorme discussie over hoe erg die geluidsoverlast nou was. En begon men te meten en de discussie ging op een gegeven moment over de vraag waar je de meetapparatuur neer moest zetten. Ja. Dus wat je krijgt, dat zijn methodologische discussies binnen die wetenschap over hoe je meet. Mm-hmm. En de een die zegt het beste is daar. En de ander zegt, het beste is hier, op die en die afstand. En weet ik veel wat. Nou, dat heb je nu ook. Ja. En alles wat ik lees en denk, ik ben dat bijvoorbeeld met Matthias de Smet heel erg eens. Als hij dat zegt, ik vermag nog steeds niet in te zien waarom dit zo'n supergevaarlijke, hele erge, ontwrichtende epidemie is. Nee. Als je kijkt naar de infection fatality rates en weet ik veel wat. Het is wel een hele ernstige periode, dat denk ik wel. Mm-hmm. Maar dat hij nou zo ontwrichtend is,
Dat vind ik altijd heel moeilijk te begrijpen. Dan kom je natuurlijk weer op proportionaliteit. Ja. Hè, want wat is ontwrichtend? Ja. Hè, zoals die wet waar we het net over hadden, die zegt, ja, wij moeten ontwrichtende organisaties moeten we gaan verbieden. Ik denk dan dat oorzaak en gevolg ook een beetje door elkaar gehaald worden. Want als je kijkt naar de situatie en je ziet hoe de beleidsmakers daar wereldwijd op hebben gereageerd, dan lijkt toch eerder het beleid radicaal te zijn. Dan degene die daar bezwaar tegen maken. Hè? Want het nog maar anderhalf jaar geleden zou het maatregelen die zo diep ingrijpen op wat we altijd ingepompt hebben gekregen als de waarde van de naoorlogse beschaving, die zou volledig ondenkbaar zijn. Dus het beleid lijkt mij eerder radicaal dan bezwaar maken tegen de teleurgang van die waarde. Wat eerder conservatief is dan radicaal. Ja, nou ja, dat klopt natuurlijk. Ik bedoel, ik geloof dat ik niet heel erg radicale opvattingen heb. Nee. Maar ik ben inmiddels wel zover dat ik neergezet word als een radicaal mens. Dat vind ik heel grappig. Ja, nou ja, dat verbaast mij dus ook. Hè? Ja. En, dat is een omkering. Je ziet wel meer van die omkeringen. Ja, maar ik denk dat er stiekem al achter dat hele liberale systeem waarin we met z'n allen verkeren een soort van radicalisme zit. Dat nu echt steeds meer naar buiten komt. Hè? Ik lees dan veel van die filosofen en die beïnvloeden mij natuurlijk in mijn denken. Maar, de noodtoestand is al heel vaak afgekondigd sinds de Tweede Wereldoorlog, om maar eens iets te noemen. Ja, maar iets op deze schaal is toch wel vrij uniek? Ja, op deze schaal, maar het blijft gradueel. En ze doen het. En het is niet een paar keer. Lees maar eens. Hoe heet dat boek nou? De uitzonderingstoestand van Agamben. Ja. Het is meer tientallen keren gebeurd in Frankrijk. Niet voor het hele land, maar ook voor deelzones. Mm-hmm. Naar aanleiding van terreuraanslagen, maar destijds al met de Pied Noir in de jaren 50. Mm-hmm. En weet ik veel wat. Dus het hele punt is, en dat is natuurlijk het grote punt van Carl Schmitt. En de Duitse filosoof, niet zo'n frisse filosoof, maar wel een hele slimme meneer. Dat is natuurlijk dat een democratie zich vaak maar moeilijk kan verdedigen met democratische middelen tegen allerlei vijanden die ze ziet. En daarbij is ze altijd genadeloos bereid om zichzelf even tussen haakjes te plaatsen. Ja, en dat is democratie is hinderlijk voor de slagvaardigheid. Ja, dat is hinderlijk voor de slagvaardigheid. Ja. Daarom laten we ook een hele hoop dingen in onze samenleving niet aan democratie over. Bijvoorbeeld ondernemingen, bedrijven, overheidsorganisaties zijn geen democratie. Want het is hartstikke inefficiënt. Dus alle gelul wat wij doen nu is ook erg inefficiënt. Ja, ja. Hebben we überhaupt ooit een democratie gehad? Hebben we ooit een werkelijke democratie gehad? Als je... Nee, of was het meer, jij noemt dat een lippendienst volgens mij? Nee, we hebben een representatieve democratie. Hmm. Dus er is ook nooit sprake geweest van een echte democratie. Hmm. Maar een representatieve democratie die als er niet al te veel crisis zijn, redelijk fatsoenlijk met de gebruikelijke mediocriteit functioneert. Ja, maar als spannend wordt niet. Als het spannend wordt is ze ook altijd bereid om zichzelf even uit te schakelen of tussen haakjes te zetten. Even? Even zou nog niet zo erg zijn. Nou, het erge van nu is dat wij in potentie altijd in een lockdown komen. Dat is nu wel echt wat neergedaald is over de populatie. Ja. Dus een terugkeer naar normaal, waar nog veel mensen het over hebben. Mm-hmm. En waar in deze tijd natuurlijk ook over gesproken wordt. Zie je ook Boris Johnson in Engeland, mm-hmm. die net die maatregelen per 19 juli heeft afgekondigd. Dat was een heel moeilijk te geloven concept. Ja, dat kan haast niet meer. Hè? Nee. Nu eenmaal het bestuur de bevoegdheid gegeven is om dit soort dingen te doen, kun je het feitelijk niet meer terugdraaien. Nee. Dus bij iedere volgende situatie is dit een bruikbaar instrument. Ja, het is een heel bruikbaar instrument. En de wetten zullen zo aangepast worden dat het ook kan. En maar ook bijvoorbeeld voor andere doeleinden. He, er wordt nu al openlijk gesuggereerd dat het eventueel ook een bruikbaar instrument zou kunnen zijn als er meer klimaatproblemen... Ja, daar heb ik ook al eens wat over gezegd. Zeker. Dus, nee, die klimaatproblemen die volgens mij veel ernstiger zijn dan de huidige crisis. Dus ik. Maar de grote vraag is hoe dit soort. Als deze crisis
heb ik wel eens gezegd in een interview. Als deze crisis al leidt tot een soort ontwrichting van de democratie, kun je nagaan wat er straks met de klimaatproblematiek gaat gebeuren. Ja. Maar is het het virus dat de ontwrichting veroorzaakt, of is het de manier waarop er beleid op gemaakt wordt? Ja, dit is niet één oorzaak. Het is allemaal multifactorieel. Het is het beleid... Had dit niet aangepakt kunnen worden zonder de mate van ontwrichting waar we nu mee te maken hebben? Het is natuurlijk ook wel logisch dat een deel van de bevolking niet zonder meer meegaat hierin en zich er tegen verzet. Nou. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ja. En dat je daardoor dus ook die polarisatie krijgt met de bijbehorende ontwrichting. Het vervelende is alleen dat de verantwoordelijkheid daarvoor helemaal op het bordje wordt gedeponeerd van degene die het bezwaar maken. Nou ja, wat je ziet in crisis is dat het in het machtsevenwicht dat we aanduiden als de trias politica altijd opschuift richting executief. Ja. En dat die andere twee machten ondergeschikt worden gemaakt aan gewoon pure uitvoering. Ja. En dat is wat er op dit moment volop aan de hand is. En dat dreigt ons ook boven het hoofd te hangen bij de klimaatcrisis. Ja. Dus los nog van de vraag of je die klimaatcrisis iets serieus vindt, of de vraag of je er überhaupt wat aan kunt doen en dergelijke. Het grote gevaar is wel dat ten koste gaat van bepaalde, nou ja, laten we zeggen, democratische waarden. Ja. Ik heb dat natuurlijk in mijn boek over het Anthropoceen destijds omschreven als eco-Stalinisme. Ja. Dus interessant. Ja. Wat mij betreft zou de conclusie mogen zijn dat het vooral de manier is hoe erop gereageerd wordt die de meeste problemen veroorzaakt en niet zozeer het initiële probleem zelf. Ja, dat speelt ook een rol. Dus het is mensen die... kijk, mensen willen ook altijd wat doen. Ja. Ah, dan kom je echt in een hele filosofische discussie over maakbaarheid en beheersingen. Ze blijven maar willen beheersen. Ja. Dat zie je ook sinds een jaar is het boek dan uit. En zie je ook in het verschuiven van doelstellingen. Ja. Aanvankelijk wil men virus elimineren. Daarna moest de hele bevolking min of meer permanent protectie krijgen door vaccins. En nu gaat het er zelfs om alle besmettingen eigenlijk te elimineren. Ja. En worden zelfs die restanten van oplevingen in discotheken en dergelijke als een groot probleem gezien. Ja. Terwijl van de meeste mensen die het predicaat besmet krijgen, die worden niet ziek. Nee, dat is... Ik geloof dat 97%, ik heb het nog even opgezocht vanochtend, van de positief geteste mensen vertoont niet binnen de incubatietijd, niet of nauwelijks. Ja. Die discussie die blijft gewoon bestaan. En dat heeft met die proportionaliteit te maken waar je het net over had. Ja. Dus volgens mij zijn we ook anders gaan denken over het begrip gezondheid überhaupt. Kijk, we hadden het net over infection fatality rate. Nou ja, als je kijkt naar de fatality rate van mensen over het algemeen, die is natuurlijk 100%. Ik bedoel, we gaan allemaal dood. Ja. En allemaal uiteindelijk ergens aan. Als er geen aanwijzbare oorzaak is, dan kun je zeggen het is een hartstilstand. Ja. Maar iedereen overlijdt en nu wordt er ineens het overlijden op zich. Hè? Dus een sterfgeval wordt gezien als iets wat vermeden moet worden. Zelfs al... Nou ja, dat is ook zo. Hè. Wij spreken niet over mensen die overlijden aan een nare ziekte. Wij spreken over slachtoffers. Ja, over slachtoffers. Dus, en dat is natuurlijk heel interessant. Ja, in je boek zie ik dat ook. Hè. Bijvoorbeeld de definitie van gezondheid, zoals de WHO, die in de World Health Organization in 1948 heeft vastgesteld, is gezondheid is een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte. Ja. Dat lijkt nu omgekeerd te zijn. Ja, dat is ook omgekeerd. Sterker nog, het is nog erger. Gezondheid is de afwezigheid van één ziekte. Het is nog erger. Het is de afwezigheid van een besmetting zonder symptomatiek. Ja, dat laatste weet ik niet helemaal. Dat lijkt me ietsjes overdreven. maar het is...
Maar die definitie, kijk, de WHO is sinds 1948 ook wel met andere definities bezig. Bijvoorbeeld gezondheid is een conditie die je in staat stelt om binnen de mogelijkheden die je hebt te functioneren. Ja. Dus in die zin zou iemand die invalide is bijvoorbeeld ook gezond kunnen zijn. Ja, ja. Ik ben van plan om nu een boek over gezondheid te gaan schrijven. Dus dat kan ik even aankondigen. Ja, ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar het is een uitermate interessant concept. Het is net als met veel andere waarden. Hè, bijvoorbeeld integriteit of vrijheid. Heel moeilijk om te definiëren. Maar als ze geschonden worden, dan voel je wel dat er iets mis is. Ja. Dus je kunt gezondheid eigenlijk alleen maar ex-negatief benaderen. Hè? Ja. Dus daar hebben wel tal van filosofen op gewezen. Hè? Een van mijn Duitse helden, Hans Blumenberg, die definieert gezondheid als een precaire situatie waar vroeg of laat een einde aan komt. Ja, nou, volgens mij klopt dat ongeveer. Nee, dat klopt 100%. Dat klopt dat. Alleen, het punt dat je hieruit kunt afleiden is dat die situatie steeds precairer wordt. Om het anders te zeggen, hoe komt het dat onze gezondheid zo'n belangrijk ding is geworden? Ja. En dat we er ons zo onbehagelijk bij voelen. Want we zien die gezondheid op allerlei mogelijke manieren, ook al zijn we helemaal gezond, bedreigd worden. Ook in mijn eigen kennis en kring. Hè. Dus ik kom op feestjes waar mensen onder het genot van een goed glas wijn of whisky of weet ik veel wat, wel even gaan vertellen dat ze weer eens 3 kilo zijn afgevallen. Mm-hmm. En dat ze heel veel hard gelopen hebben. Mm-hmm. En dat ze op hun mobieltjes, hè, ook surveillance, hun 10.000 stappen weer hebben gehaald. Ja, ja, ja. En ik moet ook zelf opletten dat ik niet aan dat soort onzin mee ga doen. Want dat is. Maar dat is wel wat men doet. Ja. Dus gezondheid als een soort permanente obsessie. Ja. Dus een soort ongezonde obsessie met gezondheid. Ja, dus ergens een overtuiging dat gezondheid iets is bereikt moet worden. Of, hoe moet ik zeggen, geconstrueerd moet worden. Ja, eigenlijk ligt er aan de grondslag dat de gedachte dat ongezondheid de standaard is. En dat gezondheid bevochten moet worden. Ja, kijk, als je een beetje. Maar dan ga ik een gevaarlijke hypothese formuleren. Maar daar denk ik dan wel een beetje over na. Hè. Carl Schmitt, die ik net al even noemde, die zei dat dat liberalisme eigenlijk geen politiek heeft. Want politiek, dat betekent dat je binnensluit en uitsluit. Ja. Je moet altijd kunnen uitsluiten en insluiten. Mm. En die liberalen, die denken gewoon dat ze nooit geen vijanden hebben. Daarom worden alle mensen die niet zo denken, die worden door liberalen ook allemaal weggezet als irrationeel en onverstandig en complotdenkers en weet ik veel wat. Mm. En dus de liberaal kan me niet begrijpen dat er mensen zijn in de wereld die het met hen oneens zijn. Ja, Maar als jij geen vijand hebt, als jij geen vijand hebt, dan moet ergens toch vroeg of laat een vijand tevoren komen. En die kun je niet van buiten halen. Je kunt namelijk niet uitsluiten. Iedereen moet liberaal zijn. Iedereen zit erin. Dus ontstaat van binnen een vijand. Hmm. Dus en dan gaan ze plotsklaps een verband leggen tussen consumentistische levensstijl en bepaalde kwetsbaarheden. Ja. He, en die en dus. Onze levensstijl is onze vijand. Dus onze levensstijl is onze vijand. En dus ziet men overal de ongezondheid als de grote gevaren binnenkomen. Ja. Dus nu krijg ik. Kan ik bijvoorbeeld als ik mijn zoon van 16. Stel dat ik die heb ik niet. Even kijken hoe oud zijn ze. Nee. Maar als ik die een biertje aanbied, krijg ik in één keer 100 euro boete. Ik las het. Ja. Ja, daar word ik ook vrolijk van dat soort berichten. Nou ja, dit is iets wat wel past bij. Ik moet eigenlijk anders zeggen. Er lijkt een soort nieuwe morele ideologie gelanceerd te worden. Ja, maar dat is die morele militantisering. Ja. De deugddictatuur noem ik dat. Ja, nou ja, dat het is misschien dat ook alweer wat gechargeerd, maar in ieder geval, het is wel iets wat je ziet opkomen. Ja, een filosoof maakt er dan een zoiets als een aretocratie van. Hè? Arete, dat is dan deugd in het Grieks. Ja, dat klinkt wat wetenschappelijk. Hè? Dat klinkt wel, daar zitten we wel wat in. Ja. Dus daar zit zeker wat in en dat wordt dan heel erg sterk gericht op gezondheid. Ja. Maar ook het vermijden van de dood. Hè? Het feit dat er zonder verdere onderbouwing gerekend wordt in sterfgevallen, is al merkwaardig.
Ja. En dat iedereen sterft, nogmaals. Hè. Ik vind het wel trouwens een leuke citaat van Barbara Ehrenreich, wat je hier hebt. Hè. Ja. Die zegt, ja, het is oud genoeg zijn om te sterven is een verworvenheid. Ja. Niet een nederlaag. En de vrijheid die het brengt is het waard om gevierd te worden. Ja, ik vind dat een prachtige. Ik lees haar heel graag. Ja. Ze heeft ook terecht die prijs opgehaald 1,5-2 jaar geleden. Ja. Ze is nu bijna 80, denk ik. Het lijkt wel of we niet meer dood mogen gaan. Ja. Nou ja, dat is dus heel gek, want tegelijkertijd mogen sommige mensen wel doorgaan. Ja. Namelijk aan wie alle reguliere zorg onttrokken is, aan verpleegtehuizen. Ja. Dus in iedere vorm van biopolitiek zit ook altijd necropolitiek. Ja. En dus daar worden beslissingen genomen. Mm-hmm. Maar, dus ik zou jezelf willen corrigeren. Je mag niet meer doorgaan aan deze virus. Ja, alleen niet aan dit virus. Ja, en dat is trouwens ook wel wat je terugziet. Ja, hè, want... en dan dat ook nog met nuances voor wat betreft de verpleeghuizen. Die in die tijd dat ik dit boek schrijf, nou vond eigenlijk, die zijn aan hun lot overgelaten. Ja. Het eenzame sterven. Ja. Het sterven dus, maar Ehrenreich ook op hint als een intieme gebeurtenis. Mm-hmm. Die met je naasten eromheen. Dat is mensen onthouden. Dat vind ik echt chockerend. Dat is chockerend, ja. Ja, of ouders die, omdat ze een besmet kind hebben, of zelfs een besmetting in de klas van het kind hebben, hun kinderen opsluiten. Ja, ja dat is... Ja, dat gaat heel ver. Dat gaat echt heel ver, ja. In zo'n korte tijd. Ja. Men is gewoon bereid om dat soort dingen te doen, waarvan men 2 jaar geleden in de pre-coronatijd dacht, dat gaan we nooit doen. Nee, gaan we nooit doen. Noodzakelijkheid. Ja. Ja, nou, dan heb je weer die proportionaliteit. Hè? Ja. Maar het wijst er inderdaad allemaal op dat het virus het verstand wegvaagde. Toch voor een belangrijk deel wel niet alleen maar een chargerende uitspraak is, maar toch wel werkelijk. Ja, kijk, ik blijf erbij dat dat gewoon een prettig soort hyperbol is die ik graag gebruik. En natuurlijk, mensen zijn in zekere zin hun verstand kwijtgeraakt. Ja. Omdat ze, maar wat er op dieper niveau ligt, is natuurlijk dat de waarden die wij allemaal zeggen te omarmen, dat we die helemaal niet omarmen op het moment dat er een crisis is. Ja. En dat is precies wat... Ik vind het opvallend, want die waarden zijn er decennia ingepompt op scholen, in kranten, in boeken, in films. En in één armzwaai worden ze van tafel geveegd, lijkt het wel. En vervangen, overigens, door zaken waarvoor diezelfde periode steeds gewaarschuwd is. Door voorbeelden van regimes in het verleden of in verre landen op te voeren. Ja, ik... Het lijkt niet herkend te worden. Met Nietzsche in je achterzak kun je dit omschrijven als het nihilisme van onze cultuur. Ja. Namelijk dat we wel waren... zeggen te omarmen, maar dat ze eigenlijk helemaal niks voorstellen. Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk een periode van sterk toenemend individualisme gehad. Ik heb en het terugdringen van de religies, die wel voor een soort morele consensus zorgden in het verleden. Mm. En die dus ook wat lastig maakten om dat te overroelen, zeg maar. Mm-hmm. We hebben een periode van individualisme gehad. En we lijken nu weer te gaan naar een... Naar iets van collectivisme. We doen het samen, we samen voor elkaar en dat soort zaken. Met een nieuwe ideologie en ook een soort nieuwe morele consensus die daarvanuit moet groeien. Ik denk dat collectivisme en individualisme elkaar op een hele gekke manier helemaal niet uitsluiten. Nee, dat klopt. Het zou heel goed samen kunnen gaan, maar niet in politiek. Niet in, in politiek gelooft men dat niet, maar dat is natuurlijk de grote paradox. Hè? We moeten samen gaan, maar op 1,5 meter afstand. Ja. Hè? We verstoppen ons gezichten achter maskers. Ja. En iets wat ik ook ergens toch ook, die discussie rond die mondkapjes, die ik ook in dit boek niet voer, opvoer, maar daar werd ik me later pas bewust dat het een serieus ding was. Mm-hmm. Ik maak veel werk van waterstaafjes in dit boek, maar niet van mondkapjes. Daar heb ik niet aan gedacht toen die kwamen. Nou, dat was toen ook nog niet aan de orde op het moment dat je het schreef. Je was er al heel veel bij in mei geschreven. Ik bedoel, dus 2 maanden nadat het... Iedereen vond het belachelijk in de wetenschap in die tijd. Ja. Niet in de laatste plaats Jaap van Dissel. Ja. En dat is dus de rekbaarheid van de feiten weer. Dat zijn de feiten waar wij geen recht op hebben. Ja, nee. Dus de autoriteit bepaalt de feit. Het feit. Ja.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En als de autoriteit belieft, dan kan het feit vervangen worden. Nou, nu raak je iets heel interessants. En dat heeft natuurlijk te maken met de hele status van wetenschap. Ja. Kan die wetenschap autoriteit uitoefenen ten opzichte van wat wij moeten doen? Ja, interessante vraag. Ja, wat je nu ziet is, vind ik trouwens ook zorgelijk, hè, dat de beleidsmakers zeggen van, ja luister eens, wij hebben er geen verstand van. Wij baseren ons beleid op de experts. Ja. We baseren ons beleid op wat de experts zeggen. Ik vind dat een gevaarlijke situatie. Want experts hebben per definitie tunnelvisie. Dat moeten ze ook hebben. Want dat zijn mensen die de diepte ingaan. Ja, dat waag ik te betwijfelen. Ik geloof dat er een groot verschil is tussen wetenschappers en experts. Ook al kunnen dat wel dezelfde personen zijn. Ja, ja, zeker. Maar het woord expert wordt voortdurend gebruikt. Jawel, maar tegelijkertijd is er ook nog zoiets als een crisis van de expertise. Ja. Wij geloven die experts allemaal niet zozeer. Er zijn wel eens van die betrouwbaarheidsindexen. Waar geloven mensen in? En welke beroepsgroepen hebben nog echt heel veel geloofwaardigheid? Ja. En dan noemt men altijd verpleegkundigen, dan noemt men altijd artsen, dan noemt men advocaten, vraag me niet waarom. Maar, maar goed, dat is interessant. Ja. Maar je noemt hier een voorbeeld, sorry. Maar die experts, dat is een ander soort verhaal. Het verschil tussen een wetenschapper en een expert is dat een wetenschapper die kiest zijn thema, die studeert dat jarenlang. Maar een expert die heeft zo'n liefde niet voor een thema. Die wordt ingevlogen als er een bepaald soort ding aan de hand is. Ja. Je schrijft ook ergens een expert als iemand die zijn onvermogen probeert te verdoezelen of iets dergelijks. Die weet het natuurlijk ook. Ja, expert is meer een titel dan inhoudelijk. Die experts ook in zo'n team samen zitten. Ja. En dat team, dat spreekt dan met één stem. Maar ondertussen, dat weet ik ook. Ik praat wel eens met experts. Die hebben allemaal verschillende opvattingen. Ja. Dat ze expert zijn wil niet zeggen dat ze allemaal met elkaar eens zijn. Nee, helemaal niet zelfs. Nou, je schrijft hier in een artikeltje van, of een kort artikel van 9 juni, hè, dat virologen experimenten durven uit te voeren waar we straks slechts in het hiernamaals nog over kunnen discussiëren. Ja. Dat is een beetje het verschijnsel van de, heb ik hierbij geschreven, van de mad scientist. Ja. Een beetje wat je ook terugziet bijvoorbeeld in het verhaal van Dr. Frankenstein. Hè, dat hij geobsedeerd door zijn vakgebied experimenten uitvoert waarvan hij de consequenties op andere gebieden niet kan overzien. Ja, nou ja, dat is een verwijzing naar die gain of function onderzoeken. Ja. En een vriend van mij die trouwens in de medische wetenschappen werkt, die zei mij dat. Ja. En ik vond het wel leuk om dat eens een keer in te brengen in zo'n stuk. Want er worden gewoon in de wetenschap, niet alleen natuurlijk in die virologie, maar worden gewoon af en toe gevaarlijke experimenten gedaan. Maar is het daarom niet die ook... Die wetenschap die brengt ons veel, maar die is tegelijkertijd ook heel bedreigend. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Het is ook bedreigend. Ik vind het zeker bedreigend als de beleidsmakers die per definitie veel generalistischer moeten zijn, omdat die namelijk de consequenties van hun beleid op verschillende vlakken moeten toetsen. Ja. Dat die nu het beleid in handen leggen van virologen. Die volgens hun expertise en volgens hun beroep het juiste doen. Als je een viroloog vraagt, wat is de beste methode om een virus te elimineren? Nou, je ziet wat ze bijvoorbeeld bij dieren doen, is gewoon de populatie ruimen. Virologisch gezien is dat correct. Ja, ik weet niet zo. Ja, kijk, maar ik hoop niet dat er ooit een beleidsmaker dit overneemt en toepast op mensen. Maar ik wil het maar even ter illustratie voor een viroloog correct is, hoeft voor een beleidsmaker en niet correct. Ik denk dat er in die wetenschappelijke vakgebieden zoals virologie, epidemiologie, allerlei wetenschappelijke gebieden, is er over alles en nog wat een diepe dissensus over wat oké is, wat goed is. En weet ik veel wat. Natuurlijk zijn ze over methodologie wel eens. Maar bijvoorbeeld weet ik wel dat er in de virologie over die gain of function onderzoeken wordt echt gediscussieerd. Je kan zeggen, er is één groep die daar erg voor is en er is een andere groep die daar erg tegen is. Zo heb je ook meningsverschillen in die epidemiologie. Lees Broadbent, lees Cadeuf. Dus dat is allemaal literatuur. Wij moeten af van die gedachte dat die verschillende vakgebieden allemaal met één stem spreken. Mm.
En dat duidt er ook op dat die wetenschap zelf, in mijn ogen altijd, zeker als het complexe wetenschappen zijn, ik heb het niet over wiskunde of zoiets, hè, maar dat die wetenschap zelf fundamenteel sceptisch is. En die scepsis die ontbreekt vervolgens in de wijze waarop politiek omgaat met die wetenschap. Ja. Die denken, kijk, hier heb je de experts, ja, en die, ja, vertellen ons wat de waarheid is. Nou, ik heb ook een beetje het gevoel dat het gebruikt wordt als systematiek voor het verschuiven of het weerleggen van, het afschuiven van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ja, wij krijgen... Als de jongen zegt, ja, maar dit is wat Van Dissel zegt, want hij is de expert, dus ik doe dat. Ja, je kunt Van Dissel niet verantwoordelijk maken voor het beleid en omgekeerd. Nee, maar hier raak je een heel heikel punt. Dat is namelijk het punt dat wij straks wetenschappers voor de rechtbank zien. Ja. Terwijl de politici zeggen, wij zijn net zoals in de toeslagenaffaire, we zijn niet verantwoordelijk, we zijn slechts aansprakelijk. Ja. Wat een groot verschil is. Mm-hmm. En er zijn al wetenschappers her en der over de wereld achter slot en grendel gegaan. Bijvoorbeeld omdat ze een aardbeving, Italië heb ik het over, niet goed hebben voorspeld. Mm-hmm. Of, ik verwijs ook in het boek naar Hans-Georg Papier, ooit de baas van de Duitse Hoge Raad, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Die ook waarschuwt over dat gebrek aan rechtsbescherming waarbinnen die wetenschappers allemaal aan het werk zijn. Ja. En die krijgen straks allemaal... Ja, wij hebben gedaan wat jullie zeiden dat we moesten doen. Ja. Dat ga je nu al een beetje zien. Dus dat afschuiven van die verantwoordelijkheid. Politiek is uiteindelijk verantwoordelijk. Heeft RIVM ook altijd gezegd en terecht. Ja. Maar als de minister zegt van ja, sorry, ik heb er geen verstand van, ik laat mij leiden door de viroloog. Ja, dan heb je een probleem. Je schrijft hier ook, mijn zorg geldt vooral moreel kompas van de wetenschap. In hoeverre kun je wetenschappers nog, worden... Bestaat er een moreel kompas in de wetenschap, behalve dat wat juist is voor het vakgebied? Ja, dat is het heel vaak. Precies. Want daarbuiten kun je wetenschappers volgens mij niet aanhang maken dat ze een moreel kompas zouden moeten hebben. De grote kritiek die vanuit de wetenschap, laten we zeggen vanuit heel veel filosofie op die wetenschap plaatsvindt, is natuurlijk dat ze alles gedaan heeft om zichzelf te vervreemden van mensen. Is dat niet een automatisch proces als je uitsluitend kijkt, als je de beroepsmatige en ook benodigde tunnelvisie toepast op je vakgebied? Ja. Je kunt simpelweg niet verder verdiepen in je vakgebied zonder oogklep op te zetten. Als je rekening moet houden met alle factoren die in de periferie liggen van je vakgebied, dan kom je niet verder. Maar nu moet je gaan praten over de hele wetenschap als institutie. Ja. En dan heb je het ook over als de publicatiecultuur die er is. Ja. Dan heb je het over de manier waarop studenten opgeleid worden. Waarop het gefinancierd wordt. En waarop het allemaal gefinancierd wordt, noem maar op. En daar maar het is een ideaal politiek instrument geworden. Ik denk dat de meeste wetenschappers zich niet eens bewust zijn van de politieke implicaties. Maar de politiek wel van de mogelijkheden die wetenschap biedt. Er wordt steeds geschermd met de leden van het OMT zeggen dit en de leden van het RIVM zeggen dat. En dat is de wetenschap. En van mensen die daar bezwaar tegen maken, wordt beweerd dat ze... Vond het wel mooi, er zijn... waar heb ik dat opgeschreven? Ik las een stukje in NRC waar een... hoofdofficier van justitie aan het woord komt. En die zegt, we hebben het over... Hij introduceert de term complotverspreider. En die complotverspreiders die worden volgens hem gekenmerkt door het stelselmatig afwijzen van de wetenschap. En wat is dus de wetenschap? De wetenschap is in dit geval RIVM en OM2 en aanverwanten. Maar bijvoorbeeld, je kent misschien de Great Barrington Declaration. Dat zijn 50.000 medisch wetenschappers. Die zeggen weer iets anders. Dus het is nogal selectief wetenschappen. Maar dit is politiseren van wetenschap. Ja, tuurlijk gebeurt dat. Dat is met die Barrington Declaration ook gebeurd. Dat zie je onmiddellijk. Dat er weer andere wetenschappers zeggen. Dat zijn allemaal...
rechtse figuren, Trumpistisch, zit allemaal bij dubieuze Amerikaanse denktanks. Maar ja, wetenschap is vooral een menselijk bedrijf. Ja. Waar macht een rol speelt. En we hebben zoveel studies gehad naar wetenschap. Gewoon als bijna antropologische studies. Naar hoe dat dagelijks gaat. Ja. En daar worden ook complotten bedacht. Gekke ideeën gehad. Je hoopt dat het via fatsoenlijke methodologie allemaal weggaat. Mm-hmm. Dat de intersubjectiviteit wordt toegepast. Dat de hoor en tegenhoor wordt toegepast. Ja. En kijk, als mensen van het OMT zeggen. Wat wij doen is wetenschap. Stel dat dat gebeurt. Nou ja, dan denk ik. Huh? Want bij wetenschap associeer ik nog zoiets als. Associeer ik nog zoiets als. Ja, inderdaad, wat ik net zei. Horen en wederhoor. Ja. Openstaan voor andere opvattingen. Een zekere vorm van transparantie over je onderzoeksresultaten. Dat is eigenlijk nooit betracht. Ja. Wij weten strikt genomen niet wat er in het OMT. Daarom is dat idee van die T-team ook zo belangrijk. Ja. Want dat team, dan voel ik, zoals ik net al zei, nattigheid. Maar dus eigenlijk zeg je wel dat wetenschap als criterium voor het maken van, voor het bouwen van je visie overschat is. Je zegt dat niks menselijks is vreemd. Er gebeurt van alles en nog wat. En... Nou ja, wat er op dit moment gebeurt. Stel je nou voor dat het laboratoriumverhaal waar is. Hmm. Hè? Of dat het steeds sterker gaat worden de komende tijd. Hmm. Dan krijg je een enorme discussie over de vraag of wetenschap überhaupt meer recht op kennis kan laten gelden dan bijvoorbeeld de kerk of dan de politiek of weet ik veel wat. Dat staat er in feite. Wetenschap wel autoriteit nog, of in ieder geval. Nou, dat staat er. Je schrijft hier van, als dat inderdaad zo zou zijn, dan wordt Café Weltschmerz steeds gezaghebbender. Ja, is dat een waarschuwing of lijkt je... Nee, dat vond ik gewoon heel leuk om te zeggen. Ik vond het wel leuk. Omdat Café Weltschmerz natuurlijk vind ik alleen al leuk, omdat daar die andere stemmen zit. Ja. Dat vind ik nou leuk van wat Max allemaal aan het doen is. Ja. En dat wil niet zeggen dat het allemaal stemmen zijn die het met elkaar eens zijn. Nee. Dus ik vind het ook schandalig hoe deze club af en toe weggezet wordt. Maar ja, goed, er wordt ook gedaan alsof hier maar één soort mening bestaat en dat daar consensus over bestaat. Nee, maar we krijgen iedere week allerlei gasten die allerlei visies hebben. En ik kijk regelmatig en ik soms geniet ik, soms niet. Ja. Maar dat geldt voor mij ook. Ja, Hey, hoe nu verder? Je zegt, ik ga een boek schrijven over gezondheid, wat natuurlijk op dit moment een hot item is. Ik neem aan dat daar ook wel een relatie in gelegd wordt met de huidige situatie, met de corona-covid-verhaal. Of wil je dat losstaand... Ik zit erover na te denken om dat te doen. Ik probeer nog een goede insteek te vinden. Mm-hmm. Dus, maar ik lees me wel op dit moment helemaal suf. En het wordt natuurlijk wel weer vanuit mijn vakgebied. Ik ben filosoof, een verhaal erover. En dan blijkt toch wel een hele interessante spul te liggen over wat gezondheid eigenlijk is. Ja. En je ziet dat het hele begrip gezondheid op dit moment toch iets anders aan het worden is. Dat het ergens... opschuift als iets waar je zelf geen zeg meer over hebt. Maar iets wat je overkomt of waar je tegen beschermd moet worden, maar in ieder geval buiten jezelf ligt. Precies. Die externalisering van de gezondheid gaat natuurlijk een thema worden in dat boek. Je mag er zelf helemaal mee. Je mag er zelf kennelijk niks meer over zeggen. Nog wel, maar niet genoeg. Nee. Maar het is heel paradoxaal, hè? Want iedere huisarts weet natuurlijk wel de patiënt die zich alleen maar heeft ingelezen op de website. Wat je ziet in die gezondheidszorg is dat het steeds meer op individuen toegepast wordt. Ik wil dat eigenlijk ik heb daar een concept voor, niet ideologie, maar idee met I. Ideologie, idios is eigen. Dus wij zijn steeds meer geïnteresseerd in het meten van alles wat in jouw lichaam gebeurt. Dus in het lichaam van Pieter. In het lichaam van René. Daarin moet het gebeuren. Ja. En voorheen was het nog altijd een beetje zo. Je hebt iets algemeens. Mm-hmm. En dan probeer je vanuit het algemeen. Bijna deductisch probeer je te kijken naar wat er in die patiënten gebeurt. Of zo. Mm-hmm. Dat is niet meer zo. We moeten allemaal
aan de machines, allemaal aan de en die apparatuur. Test. Waarbij je dus ook testen, hè, de testdrive. Ja. En na de doorsdrift hebben we nu een soort testdrift in onze samenleving. Ja. Die is echt... Het ene is natuurlijk, staat niet los van het andere. Als mensen op de een of andere manier de perceptie hebben bedreigd te worden, dan zal het de vragend verlangen naar veiligheid en zekerheid zal toenemen. Het is eigenlijk ook een beetje een soort van ideeënmarketing die erachter zit. Hè? Wil je, dit is een industrie. Dat mensen bepaalde dingen afnemen, in dit geval bijvoorbeeld maatregelen. Dan kun je dat vermarkten op die manier door de vraag te stimuleren. Ik ken een mooi café in Utrecht en zo. En daar komen mannen en die gaan daar dan zitten. Ik zie ze dan wel eens op het terrasje zitten. Allemaal oudere mannen en die ik kan er niks aan doen. Maar ergens vind ik dat heel mooi. En die gaan dan om 1 uur, 2 uur 's middags gaan ze hun eerste potje bier drinken. Ja. Ze komen met rollators aanlopen, steken een peuk op. En het interesseert ze geen ene dode rotmoer. Ja. Ik vind het echt... Ja. Ergens vind ik dat mooi. Ja, dat vind ik ook. Maar zeker in contrast tot wat er nu aan het gebeuren is, waarbij de kwaliteit van leven ondergeschikt wordt gemaakt aan de lengte ervan. Ja. Dit voorbeeld wat jij noemt illustreert precies het tegenovergestelde. Ja, dat is ook zo. Maar om daar nog even één dingetje op te doen. Wat je nu ook ziet, is dat er bepaalde waarborgen die er waren, wetten gezien, die bedoeld waren voor het waarborgen van de kwaliteit van leven. Hè? Zodat je bijvoorbeeld vrijheden had, freedom of speech had, dat er betrouwbare grondrechten waren, dat er afwezigheid van stelselmatige discriminatie. Dat ging allemaal over de kwaliteit van het leven. Dat lijkt nu allemaal gemakkelijk. Dan weet ik niet of al die dingen er ooit echt zijn geweest, hoor. Nee, maar dat was in ieder geval wel de bedoeling ervan. Nou, we uitgaan van iets goeds en dat was de bedoeling, Maar het blijkt nu wel dat niet helemaal het geval is geweest. Gezondheid wordt zo glad gemaakt. Ja. Het is iets wat ik denk dat het leven met rimpels en krassen en dergelijke komt. Dat denk ik ook. Je leven in een mate van vrijheid brengt nou eenmaal risico's met zich mee. Ja. Uiteindelijk het veiligste is om iedereen op te sluiten in een hokje met matrassen tegen de muur. Als veiligheid de hoogste prioriteit heeft, dan zou je theoretisch daar uiteindelijk uitkomen. Maar... En dan veiligheid in een hokje met matrassen tegen de muur en verder heel veel van die spiegels. Ja, precies. Precies. Hey, misschien nog even een stukje toekomstvisie. Waar zie je het heen gaan? Nou ja, ik ben niet zo heel optimistisch. Ik ook niet. Nee. Dus ik heb... Samen met mijn echtgenote hebben we de verantwoordelijkheid voor 7 kinderen. Mm-hmm. Maar er zit ook nog exen bij. En ik vraag me af in welk soort samenleving die terecht gaan komen. Waar ze inschuiven. Is dat alleen een vraag of heb je er ook een beeld bij van hoe dat eruit gaat zien? Nou ja, ik vraag me een beetje af ook hoe dat conflict tussen oud en jong zich verder. Daar schrijf ik ook al over in dat boek. En de He, dus die jongeren die krijgen, we zijn flink aan het externaliseren, kosten aan het externaliseren, afwenselen naar jongere mensen. Mm-hmm. En dat is iets waar ik me wel zorgen over maak. En dan praat je over financieel, over zeg maar welvaartsaspect. Ja, financieel, maar niet alleen welvaartsaspect. Ik bedoel kinderen die... alleen maar maskers in hun omgeving hebben gezien in de tijd die nu geboren worden. Dat maken specialisten. Die maken zich daar grote zorgen over. Mm-hmm. Dus je moet ook opgroeien in een vorm van intimiteit. En dat is lang niet altijd mogelijk in deze tijd geweest. Dus huidhonger noem jij het. Wat zeg je? Huidhonger noem je het. Huidhonger. Huidhonger, ja. Dat is niet een woord dat ik zelf bedacht heb. Nee, maar ik las het in je boek. Ja. Klinkt een beetje cannibalistisch, zoals je zei, maar ik snap wat je bedoelt. Hè? Ja, mensen moeten elkaar kunnen aanraken, ze moeten elkaar kunnen zien. Je zegt eigenlijk van, oké, ik maak me zorgen over de schade die dat voor de toekomst, of in ieder geval voor de generatie die nu jong is, straks oplevert. Ik ben op dat terrein trouwens helemaal geen specialist, maar ik praat daarover. Ja. En ik ben zelf een heel aanrakerig mens. En ik vind het fijn als mensen mij aanraken. Ik vind het ook fijn om mensen aan te raken. Mm-hmm.
En dat is lastig als je, dat in een anderhalf meter samenleving. Dit zijn dus zeg maar, hoe moet ik het zeggen, emotioneel psychologische factoren die straks... Daar hebben wij geen enkel idee van welke kant dat zou uitgaan. Nee. Aan de andere kant heb je natuurlijk de macrofactoren, de collectieve factoren. Hè? Ik bedoel, we krijgen straks natuurlijk toch te maken met een soort... We moeten zeggen, ook economische consequenties. Je ziet wat er... Ergens gaat dat met die epidemie. Dat is bij eerdere epidemieën. Het dooft uit. Hmm. Het gevaar dat we percipiëren zal steeds diffuser worden. Hmm. En dergelijke. En dan gaan we weer naar een andere epidemie. Ja. Dus kijk, dat hele kapitalisme. Daar hebben we het allemaal nog niet over gehad. Hmm. Maar dan moet je maar eens met Ewald Engelen of zo over praten. Ja. De productieketens en weet ik veel wat. Ja, dus, daar hebben we het hier ook vaak over gehad. Klopt, trouwens. Ja, maar die hele... Maar het een staat niet los van het ander, logischerwijs. Nee, maar je kunt het eigenlijk niet serieus aanpakken. Want, ik wilde dat zeggen. Kapitalisme dendert natuurlijk van crisis naar crisis. Ja, en in deze zin is dit gewoon de zoveelste. Maar ik denk wel een pittige. Omdat er, als je kijkt naar de aanleidingen voor voormalige crisissen, crisissituaties. En die vergelijk je met wat er nu gebeurt. Ja, dan zou dit wel eens een behoorlijk heftige consequentie kunnen hebben. Gaan we richting apocalyptische taferelen? Nemesis is coming? Nee, ik ben geen apocalypticus. Okay. Dat vind ik net zo religieus als de hoop op verlossing. Oké. Nou, zullen we het hiermee afsluiten, René? Prima. Ja? Bedankt voor het gesprek.